De eerste sneeuw heeft Bree met een fonkelend wit tapijt bedekt. Maar dat betekent ook heel wat ellende in het verkeer. Gelukkig staat de strooidienst dag en nacht paraat om de wegen sneeuw en ijs vrij te houden. Voor ons is dat werk wat naast het dagdagelijkse werk komt. Dat wij zoveel mogelijk proberen te laten doorgaan. In functie van het personeel dat we eigenlijk nog over hebben dan. Maar het betekent wel dat wij ook buiten de normale werkuren, weekends, feestdagen en nachten, dat wij voor dit seizoen aan 12 mensen gevraagd hebben om mee te draaien in een beurtrol. Om dus op die manier onze 4 combinaties eigenlijk op ieder moment van de winter bemand te hebben. We gaan nu naar de Beerselerdijk toe, naar Tastel dan, de Beerselerdijk. Daar hebben ze voor gebeld dat die zou spekkelot zijn. Je moet hier echt concentreren op de weg. Want als je een klein slippertje maakt, ja, dan ligt die in de gracht. Hè. Inwoners die een voetpad voor hun huis hebben, moeten er zelf voor zorgen dat dit sneeuw- en ijsvrij is. De Breenaar is zich hiervan heel bewust. Ik houd hier de stoep vrij omdat de bezoekers in Bree en de bevolking van Bree hier verder kan stappen. En wandelen en dan winkelen. Hè. De kinderen trekken zich hier uiteraard niets van aan en genieten van de sneeuw zolang het nog kan. De middenstand pakt weer uit met een spetterende eindejaarsactie. Enkele nieuwsgierigen trotseren de sneeuw om de hoofdprijs van de actie te bewonderen. Ja, een mooie cadeau als je wint, hè. Maar het zou dat voor mij niet zijn, want normaal ben ik niks, dat weet ik zo wel. Maar ja, ik vind het wel heel mooi, ja, dat wel. Van de middenstand uit moet ik het eerlijk zeggen, ja. De bedoeling is dat bij elke 5 euro een spaarkaart wordt volgestempeld. Bij een volle kaart van 250 euro kan men die deponeren in een urne. En dan op het einde van het jaar, tot 31 december, kan men dat doen. In januari wordt dan de loting gedaan van de wagen, de laptop en een flatscreen tv. En niet te vergeten onze 4.500 euro aan stadsbon. Morgen staat de Sinterklaasmarkt in het centrum. Uiteraard is ook de Sint aanwezig. Je kan hem een bezoekje brengen bij Toerisme Bree van 2 tot 6.